bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Hoi allemaal, leuk te kijken naar deze video. Vandaag ga ik voor de eerste keer Sims 4 spelen. Nou ja, ik heb het al een keertje eerder gespeeld. En maar nog niet opgenomen. Dit is de eerste keer dat ik de Sims 4 aflevering ga maken. En ik heb er echt super veel zin in. Ik heb het dierenpakket gekozen. Zoals je kunt zien hier zo, de honden en katten. En ik dacht misschien kunnen we vandaag wel een visje adopteren. Of een diertje adopteren in ieder geval. Dus laten we even maar lekker gaan beginnen in ieder geval. Let's go. Ik vind de Sims 4 echt super leuk. En waar ik zit is de Brinison Bay. Dit is mijn huisje. Dus dan gaan we nu even weer starten. Dus dit is zo. Er komt even heel veel muziekje. Soms gaat het uit. Dat heb ik uitstaan. Ja, ik dacht al. Het gaat in ieder geval even eten, zag ik. Trouwens, dit ben ik. Als je me niet mooi vindt, ja, dan moet je. Ja, ik vond mezelf wel mooi. Ik ga even laten zien hoe ik er precies uitzien wat mijn outfits zijn. Dus ik ga even naar Sim aanpassen doen. Dus daar mag ze dan straks even naartoe. En als wij klaar zijn, dan. Dat kan wel. Dan gaan wij eventjes. Mijn plantjes. Oh. Mijn plantjes. Oogsten. Dat vind ik ook wel leuk. Nou ja, dit ben ik. Dit is eigenlijk zonder bril hoor. Ik heb merendeel t-shirtjes zonder bril. Nou, ik heb deze blouse, broek en zo. Ik heb trouwens van alles twee, dus ik heb een tweede. Dan heb ik deze. Ik heb weer dit topje, want ik vind dit topje echt heel leuk. En deze broek ook. Nou, dan gaan we naar de formeel, dus voor het werk. Daar heb ik dit leuke rokje voor. Die vind ik heel leuk. En dit. Beetje feestoutfitje noem ik het maar. En dan deze is gewoon een beetje simpel. Dat is niet heel moeilijk, deze. Nou, dan hebben we de sportactiviteiten. Ik vond deze echt super leuk. Dit jasje vond ik echt gewoon geweldig. Dus die heb ik ook zeker weten gekozen ervoor. En dan dit sportje voor thuis gewoon. Lekker simpel. Dan hebben we nog de nacht natuurlijk. Want er is natuurlijk ook slapen. Dan heb ik deze. Gewoon een simpel outfitje. En die andere is ook niet zo heel bijzonder eigenlijk. Dan hebben we nog de feestoutfit. Daar heb ik deze mooie jurk. Als je denkt, hey, die wil ik nou ook, dan moet je zeker weten de dieren kiezen. Ah. Want die zit namelijk bij de... ik zie hem hier niet. Maar deze jurk die zit namelijk bij de dieren. Dus, staat bij zijn manaki. Heel fijn. maar dit zit bij de dieren. En deze ook volgens mij. Maar ja, dus dat een beetje. Die heb ik dus. En dan heb ik lekker voor het zwemmen. Heb ik dit outfitje. Vond ik leuk. En dit badpak. Een badpak. Ik ga niet echt vaak zwemmen. Dus die ga ik ook denk ik niet heel vaak gebruiken. Dan heb ik natuurlijk nog het super warme weer. Heb ik deze. Lekker een knot. Dan heb ik ook natuurlijk nog een categorie 2. Dan heb ik deze. Is ook wel een beetje normaal. Ook gewoon een knot. Dan hebben we nog het hele koude. Ik kon niet echt iets leuks vinden voor het koude eerlijk gezegd. Dus ik heb maar een beetje dit gekozen. En als tweede categorie lekker een warme trui voor thuis als het heel koud is. Nou ja, dat is in ieder geval mijnes. Maar ja, jullie kunnen natuurlijk hele andere dingen hebben. Dus, nu gingen we natuurlijk de plantjes oogsten. Dat gaan we natuurlijk nu ook even doen. Kijk, hij wil eruit. Misschien moet ik dat even doen. Nee, wat is er nou? Nou ja, ik vind het eigenlijk best wel zielig. Maar we gaan dus even deze plantjes oogsten. Kan die ogen oogst worden? Ik weet niet of dat handig is eigenlijk. Dus, maar ik ga gewoon alles oogsten, joh. Maakt ook uit. Wat krijgen we ervoor? Alles oogsten. Nou ja, ik denk dat we iets van een appel krijgen. Wat is dit? Doe hier ook iets mee? Kleur van de pot veranderen. Nou, niet echt heel bijzonder. Ik ga eerst even kijken uiteraard. Kunnen jullie even kijken naar mijn poppetje wat ze precies aan het doen is. Hebben we daar ook geen gezeur meer van? Oh. Ook fijn. Ze is in ieder geval bijna klaar. Dan mag ze dit nu wel eerst even gaan opruimen natuurlijk. Oh ja, ze gaat het even afwassen, zag ik. En de energie is wel een beetje laag. Dus ik denk dat ik straks eerst even wat koffie ga drinken.
Om dat even te kunnen doen. Zo, ze loopt even lekker. Gaat even lekker naar buiten. Gaat ze die als eerste oogsten? Nou, helemaal top. Wat krijgen we ervoor? Helemaal niks, zo te zien. Wieden zit er voor onkruid? Nou, dan gaan we wel even wieden. Kan ze dit het op en neer gaan lopen? Mogen we die ook wel? Oh, die kunnen we niet wieden. Nou, dat is ook jammer. Maakt ook niet zoveel uit. Kunnen we deze? Oh nee, dan kunnen we ook helemaal niks doen. Die gaat dan gewoon groeien. Oh, er staat iemand even te lekker te vissen hier zo. Nou, ja, hier zie je natuurlijk ook even mijn geldbasis. Ik heb niet echt superveel geld, maar ik doe wel meeste met het werken en zo. Kunnen we deze nog wat planten doen? Nee, dan kunnen we nu weer terug koffie gaan drinken. Want dan kunnen we daarna naar het dierencentrum om iets te gaan adopteren of zoiets. €8 gaat er van mijn bankrekeningetje af. Zo, ze doet er even lekker koffie in. Kan je ook in een poppetje zelf zitten om gewoon te kijken wat het is? Want dat ben ik, ja, dat lukt mij niet. Nooit echt. Nu even wachten. Ik ga even de outfit wijzigen. Die een outfit wijzigen. Want ik vind die wat leuker altijd. Dus we doen even die. Wat is hier dan? Ik weet niet. Outfit wijzigen. Oh, dat is de poppetje. Die zie je even niet. Nou ja, dat is dan maar zo. Oh ja, nu gaat ze de outfit wijzigen. En 3, 2, 1. Gaat ze draaien? Ja. Zo, die giet ze even naar achter. Als het goed is, gaat daar ook je energie van lekker omhoog. Tenminste, dat dacht ik. Oh, plezier gaat ook weer naar beneden. Dan gaan we maar iemand bellen. Ja, we kunnen. Het is 8:00 s'avonds. Ik hoop dat dat nog wel met kan. Zo, kletsen met. Hoop ik. Met wie zullen we. Ik heb nog niet zo heel veel vrienden, zoals jullie kunnen zien. Met dieren kan ik ook met dieren bellen. Geweldig. Ik ga even met Liberty Lee bellen. Ben je nou bijna klaar met dat drinken? Hoe lang duurt dit nog? Oh, dit gaat nog lang duren. Drinken natuurlijk. Oh, was je van plan om niet meer te gaan drinken? Oh. Nou, ik dacht toch echt dat je moest drinken daarvan. Nou, dan gaan wij het wel aangeven, joh. Oké, het is op. Die doen we even weg. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ga je dat ook nog opruimen dan? Nou ja, eigenlijk, ik kan het ook opruimen. Dat is niet het ergste. Nou, hij heeft het niet gedaan, of wel? Heb ik het nou gedaan? Ik denk het wel, ik weet niet. Oké, ze is even aan het bellen. Als het goed is, gaat de plezier ook omhoog, want dat gaat altijd helemaal niet, hè? Daarna mag ze even naar de wc. Nou ja, we gaan later wel naar de wc. Oké, dat bellen, dat werkt niet, dus niet echt. Nou, misschien werkt het als we met, als we in de bij de dierenasiel, of weet ik veel hoe dat heet. Als we daar even iemand zien. Dan gaan we nu even die doen en dan gaan we even die doen en dan gaan we even reizen. We nemen niemand mee, we gaan gewoon lekker in ons eentje. En dan gaan we even uit, ja, we zitten nog wel in de Princess and Pea als het goed is. Ja, even kijken welke, wij zitten in de Princess and Pea. Ik weet niet waar wij zitten überhaupt. Wij zitten bij een Princess and Pea. Oh nee. Is dit het? Dierenkliniek. Een sabelplein. Nou ja, ik heb wel gezien dat je daar zo een dier kan adopteren in ieder geval. Maar I don't know of je daar ook... ja, iets anders kan doen. Dus even kijken. Hondenvrienden. Nou ja, we gaan wel hier even naartoe. De dierenkliniek. Misschien vinden we daar nog wel iets leuks of zoiets. In ieder geval, Brinison Bay is wel bij de dierenset te verkrijgen. En de rest van de wereld die heb ik natuurlijk niet. Want ik heb alleen de dieren heb ik alleen maar toegevoegd. Dus ja, is dat. Oké, we staan hier nu voor dit iets of zoiets. Oh, de energie is ook weer lekker laag. Perfect. Laten we even naar binnen gaan. Kan dat? Ik zie hier wel iets van een vis. Even kijken. Oh, vis kopen. Oh, wow. Oh, wauw. Laten we een guppy kopen. Is misschien wel leuk. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren als we een guppy gaan kopen. Is er niet iets gebeurd, überhaupt? Kunnen we een guppy
Huh? Oh, gaat zij voor mij een gubby pakken? Oh, ze gaat voor mij een gubby pakken. Als het goed is. Dacht ik zij. Even kijken of er nog meer is. Eigenlijk. Weten jullie waar je iets kan adopteren eigenlijk? Dat staat hier ook niet bij dit dier. Wat is dit? Onbeleefde introductie. Dat wil ik helemaal niet. Ik ben aardig voor dieren. Dit is voor de werk. Dit is voor huishouden. Dierkliniek kopen? Nee. Foto maken? Nee. Nee. Ik moet het hier wel vinden eigenlijk. Kaas, sociaal evenementen, sms sturen, kletsen met, tijden media kijken, Sims-stagram verhaal toevoegen. Nou, ik weet niet hoe ik het iets kan, iets adopteren. Want ik heb toch nu een... Hè? Nou begrijp ik het ook niet meer. Ik heb toch net een vis gekocht, of niet? Oh, ik wil even niet praten. Ik moet even naar de vis gaan kijken. Dierenvoer, wat heeft hij dan? Moet een goede relatie hebben. Aardige introductie. Misschien kan ik die hond dan adopteren als ik een aardige introductie doe. Even wachten dan. Ik wil aardige introductie, kom hier. Aardige introductie naar die hond doen. Op zich, het is niet mijn lievelingssoort hond, maar dat maakt ook niet zoveel uit eigenlijk. Als ze loopt gewoon recht door die hond heen, die vrouw. Dan ben je toch lekker aardig, joh. Wacht, moet ze... Oh, ze is moe. Straks valt ze nog meer op de grond. Ze moet ook naar de wc. Nou, dan gaan we even gebruiken. Dat kan toch wel? Ik hoop dat dat mag. Ja, alsof ze... Oh, is dit eigenlijk een introductie? Oh, blijkbaar. Ga nu maar inderdaad even lekker naar de wc. Ja. Het is niet helemaal gelukt zoals ik dat wou. Ik heb al 15 euro uitgegeven. Dus misschien staat hij nu al thuis. Hè? Dat kan ook. Dus laten we maar gewoon even naar huis gaan als ze klaar is met de wc gebruiken. En dan gaat ze nu ook even de handen wassen. Want dat is ook goed voor de hygiëne. Want dan komt dat ook weer helemaal op plaat. Ik kan ook een snoepje pakken inderdaad. Maar ja, we gaan weer lekker naar huis met Sophia Bergtunnel. Zo heet trouwens mijn poppetje. Gewoon mijn Star Stable naam. Hier zie je dat, Sophia Bergtunnel. En ze gaat er weer lekker vandoor. Juist om aardig doet tegen iemand die jij wel aardig vindt, gebruikt de interactie aardig zijn tegen. Oké, maar we hebben natuurlijk nog helemaal geen huisdier, dus dat is wel even jammer. Nou, we zijn weer thuis. In ieder geval. Ze zei dat ik iets had gekocht in ieder geval. Dus, we gaan even slapen, joh. Dat gaat lekker snel. Ze gaat even niet, ze gaat eerst slapen, want ze is best wel moe, zag ik ook aan de energie al. Dus ja, dat moeten we dan eerst natuurlijk even gaan doen. En ja, ik woon nog in mijn eentje. Ik ga misschien nog wel een vader of iemand toevoegen in ieder geval. Dus het komt er vanzelf wel aan. Ik ga eerst... Misschien kan ik wel hier zo, want dit was eigenlijk mijn kattenkamer. Ik ga misschien nu even een vis iets kopen of zo voor de kat. Wat is dat? Oké, nee, dat wil ik niet. Ik wil iets voor het dier. En ik heb al een beetje zitten zoeken natuurlijk. Wat een verrassing. Dan moet je hier naartoe en dan moet je heel erg naar beneden. Oh nee, daar moet je niet heel erg naar beneden. Even kijken, waar was dat nou? Waar heb ik dat nou weer gezien? Ik heb dat wel ergens gezien al, maar ik weet nu niet meer waar. Dat is een beetje handig natuurlijk. Was dat hier dan? Even kijken. Oh, ik ga een beetje ver naar beneden. Nee, het was best wel laag al. Even kijken, was dat hier? Ergens hier zo was dat. Was dat... Doen we dan maar. Even kijken. Die kabouters zijn echt kapot duur. Die heb ik al een beetje neergeplaatst en zo. Maar dat vond ik niet super leuk. Als het hier, als het goed is, waren die hier zo. Dat ene ding wat ik had gezien. Dat zag er best wel leuk uit. Alleen weet ik niet zo goed hoe ik dingen moet draaien. En dat vind ik nog wel echt een klein probleempje. Want je wilt natuurlijk wel dingen willen draaien of zo. Maar dat kan ik dus nog niet. Dat vind ik wel erg goed. Dat was een beetje veel naar beneden. Vind ik dus wel erg jammer. Een kattenpak. Ik wil zo graag een kat adopteren. Maar ik weet niet hoe. Laat het alsjeblieft weten bij de comments, foto's, hoe je het ook wil noemen. Want dan kan ik iets adopteren in ieder geval. Want dat wil ik zo graag. Maar je hebt ook dit schuurtje. Maar ik heb toen zoeken. Um,
Een gummy viscom. Ja, deze was dat volgens mij. Ja, die gummy viscom was wel erg grappig. Deze. Haaf en doos aquarium. Oké. Okay. Ho, ho, ho. We gaan even kijken wat het nou precies is. Wat ik nou heb gegeven of zoiets. Oh, wacht. Er zit nog helemaal geen iets in of zo. Oh, ik moet eerst zoiets kopen. En oh, oké. Okay. Nou, laten we een guppy kopen. Als het goed is, zit er toch nu een guppy in. Ja, ik heb de eerste vis gekocht. Daar is die. Openen. Wat gebeurt er nu? Oh, nu heb ik een naam. Wat, hoe ga, zou ik hem noemen? Hoe gaan we deze vis noemen? We gaan hem... We gaan hem Guppy noemen. Gewoon Guppy. Ik vind dat wel een leuke naam. Gewoon Guppy. Lekker simpel. Daar moeten we wel even een hoofdletter van maken natuurlijk. Guppy, lekker simpel. Nou, we hebben een Guppy. Joehoe. Even kijken. Openen. Dan hebben we hem hier. En dan kunnen we... Guppy in inventaris plaatsen. Dat wil ik nou echt niet hoor. Andere. Nou, hij heet Guppy nu in ieder geval. Waar ben ik? Waar ben ik? Oh, ik zit daar zo te eten in mijn pyjama. Ik ben jong volwassen. Oh, hygiëne is wel niet echt een beetje heel hoog. Nou, dan gaan we maar even douchen. Een snelle douche nemen. Wordt ze lekker fit van. Kan je die vis ook eten geven? Op? Kan dat niet? Ik weet niet of dat kan. Ga maar snel. Ik ruim dat wel weer op, meid. Trouwens, dat kan gewoon weg. Zo weinig nog. Waarom ligt het op de grond nu? Nee, maakt het niet uit. Moet maar even zelf kijken. En ja, dat is een beetje wat ik... Ik wil in ieder geval een gup kopen. Zo, ik herhaal veel dingen, joh. Oh, wacht. Ik zie onkruid. Ik zie heel veel onkruid. Nou, we gaan eerst deze doen. Oh, we kunnen nu wel water geven. Nou, dan doen we dat maar even dan. Als dat nu wel kan. Dan doen we dat maar even. Oké, het is klaar. Yes. Deze outfit wil ik niet. Outfit wijzigen. Is het warm buiten? Ik weet niet of het warm is. Dus doe ik maar in ieder geval even deze aan. Omdat het een werkoutfit, ik vind het toch wel een leuke outfit eigenlijk. Dit mag ze daarna ook wel even gaan... Pompoen. Ik kan soms... Ik heb nooit zin om te koken. Want mijn vaardigheid voor koken is wel oké. Even kijken. Oh, ben ik al bij fitness niveau? Kijk, mijn koken dat is al niveau 3. Maar ik vind dat nooit zo leuk om te koken. Want het gaat altijd fout. Want ze wil er nooit mee door. Dus dan doe ik altijd deze. En dan doe ik altijd Qatar inhuren. Specifieke Qatar inhuren. En dan gaat ze lekker veel eten maken. En, oh, ik heb nu blijkbaar geen eten meer. Dat is ook jammer. Blijkbaar is ze dit al opgegeten of zo. Ik weet het ook niet. Heeft ze het nou gedaan? Ja, toch? Ja, oké. Ze wil nu tv gaan kijken. Nou, we gaan eerst even mooi sporten, hoor. We gaan even energiek trainen. Dat vind ik een heel goed plan. Ja. Ga maar even energiek trainen dan, meid. Goed zo. Oh, je doet ook de goede outfit nog eens aan, joh. Let's go. Oh, het ging... Oh, wacht. Ja, daar is verbetering. Doe die wel even zo. Ja, dat gaat niet. Oh, die gaat ze niet doen. Oh, die wel. Ja, maar dat maakt het ook niet uit. Gaat die energie wel, fitnessbal wel omhoog. Dat is in ieder geval prima. Het is 11 uur 's ochtends. Moet ze niet naar werk? Eigenlijk. Over 6 uur. Oh, misschien wel. Zo. Voor 6 uur gaat ze even lekker naar werk toe. De deurbel van de Halloween gaat aan opeens. I don't know. Plezier en hygiëne is nog niet heel goed. Nou, dan gaan we wel even die doen. Een snelle douche nemen. En dan gaan we ook even die doen. Zo. Laten we even... Nou, dit niet doen. Ja, stop dan ook, meid. Je gaat er ook gewoon zo lang mee door ook, hè. Ga dan ook gewoon even lekker douchen, joh. Dat plezier, dat gaat altijd omhoog met tv kijken. Dus ik ga even tv kijken nu. Zo.
Dus dat is oké. Okay. Wat is er boos? Waarom is ze boos? Ranzig, door laag hygiëne. Ja, maar we gaan toch ook niet douchen? Nou, we mogen even opschieten. Schiet op. Oh, we gaan geen... Oh ja, we gingen wel tv kijken. Ik heb nooit iets met op tv kijken, joh. Ja, ben je nou klaar? Ja, ze is klaar. Helemaal top. Waarom doet ze altijd automatisch die aan, jongens? Ik ga even die outfit wijzigen, want ik wil dat ze die aandoet. Ondertussen weet ik al dat die er zit. Dus die gaat ze zo meteen aandoen. Hopelijk wordt ze niet flirterig, want heel vaak wordt ze van die tv-programma heel flirterig. En dat wil ik echt niet. Is ze moe of zo? Oh my god, wat doet ze? Ze mag wel even naar vissen bekijken. Ja, ga even vis bekijken. Wow, het is echt gaaf. Wat gebeurt er allemaal, joh? Nou, niet ook echt niet echt bijzonder. Trouwens, dat ging je toch nog opruimen, of niet? Opruimen, ja, ik dacht al. Oké, die vuilnisbak is tenminste nog leeg. De deurbel, ik weet niet of jullie dat horen, maar die deurbel gaat zo vaak af. Oh, wauw, hij springt ook gewoon echt over het vuur, dat mens. Ieuw, komt een mummie uit. Die man springt op die vrouw. Wauw. Oké. Wie is dit? Ella Visser, volwassen. Nou ja, ik ben jong volwassen, dacht ik. Oh ja, ik moet natuurlijk nog 3 boeken uitlezen. Nadoelen. Of nerdbrein. Laten we deze doen. Wat is dit? Voedsel. Zou ik natuur doen? Ik ben best wel niet vaak in de natuur. Nu doe ik deze wel gewoon, joh. Daarbij heb ik nu ook. Prima. Ik ben niet vaak in de natuur, omdat ik echt wel bij de natuur woon. Want hier staat een boom normaal en ik heb daar struik en daar bloemen en zo. Oh, we kunnen alweer oogsten. Nou ja, doen we dat maar. Ja, heb je nou genoeg tv gekeken? Je bent al lang blij. Anders ga je echt uren naar de tv kijken. Oké, ze gaat nu naar de vissen kijken. Dat is helemaal mooi. Top. Als ze nu even naar die vis gaat, gaat ze serieus alleen zo zitten kijken. Nou, ze voelt zich prima, want ze moet heel nodig naar de wc. Ja, maar dat komt dan later pas. Ga maar die even overslaan dan, want ze moet ook naar... Nou ja, dat plaats kan nog even wachten. Schiet op. Ja, heel goed. Dan gaat ze dat nu even die eten opruimen. Dat eten staat hier maar... Oh, het is al bedorven. Kan ze er niet bij? Ze kan er niet eens bij. Het staat ook hier, gekkie. Het staat niet daar. Nou, dan verplaats ik het wel daar naartoe. Het is ook bedorven. Ik kan het beter zelf weggooien. Beter. Oké, oogsten. Wat krijg ik ervoor? Wat krijg ik voor dat oogsten? Even kijken in mijn inventaris. Oké, niet zo heel veel. Dus zo, ik heb echt 63 van die bloemen, joh. Ik mag ze maar eens gaan poten. Oké, als het goed is gaat ze nu... Als het goed is gaat ze nu naar de wc. Oh ja, daar zit ze al op de wc. Nou, dat is helemaal goed. Wat moet ze dan daarna doen? Niet zo heel veel, eigenlijk. Dat is wel fijn dat ze daar niet heel veel meer hoeft te doen. Wat gaat ze überhaupt doen? Oh, ze gaat koffie drinken. Nou, dat vind ik echt een heel goed plan, Sophia Bergtunder. Dat mag je van mij echt doen. Even kijken. Oh, ze heeft honger. Nou, dan ga je dat toch even eten. Open note hebben we nog in de koelkast staan. We hebben nog heel veel in de koelkast staan. Uitstekend. Normaal. Uitstekend. En wat is dit? Uitstekend. Nou, laten we dan hier maar even een portie van pakken, want dat is nog normaal. Dus dat is lekker snel op dan. Wanneer moet ze naar de werk? Over 2 uur. Nou, als we snel gaan, dan gaat dat nog. Zo, eet maar even lekker snel door. Over 2 uur gaat ze dus even lekker naar de werk toe. Want ze zit bij het theater en dat heb ik pas nu een paar dagen. Oh. Laten we dan nog even wachten tot ze naar het werk gaat. Eet dat maar lekker even snel op. Even kijken of ze niet nog wat moet doen voordat ze naar de werk gaat. Sociaal, dat gaat wel omhoog. En energie, dat is niet zo heel erg. Vaak wordt ze wel moe van het acteren. Ik kan helaas niet mee. Ik weet niet hoe dat komt.
Oh, ging het nou fout? Is het kapot gemaakt? Oh, ik dacht al. Zou het wel echt een hele chaos worden. Over een paar minuten moet ze alweer naar de werk. Dus we gaan even niet gamen. Want anders... Dan wordt het wel een heel erg chaos. Over een kwartiertje gaat ze nu wel naar de werk. Alleen dat is altijd heel snel. Dus ze gaat alvast niet werken. Alvast niet dat doen. Ik ga alvast even de outfit wijzigen voor de werkoutfit. Laten we die doen maar dit keer. Want dan is ze gelijk daarmee klaar. Dan kan ze hierheen gaan. En dan kan ze alvast hierheen joggen. Gaat ze dan ook daar andere kleren aan doen als ze daarheen moet joggen? Ik weet het niet. Maar nou ja, het maakt het ook uit, joh. Ze moet toch naar de werk. Zo, naar werk gaan. Go. Nee, ik wil niet die kleren. Oh, ah. Werk verzuimen. Sophia is op dit moment aan het werk. Oh ja, nee, ja. Weet je zeker dat ze het moet doen? Nee, natuurlijk niet. Naar werk gaan. Nee, wat? Ik zeg toch... Oh, nee, dit was heel raar. Ze gaat dus nu naar... Je moet naar werk, meid. Tops is naar werk. Soms krijg ik ook zo'n vraag. Oké, Sophia gaat werken. Top. Daar ben ik heel erg blij mee dat ze nu gaat werken. En als ze terugkomt, dan ben ik heel benieuwd wat ze dan nodig heeft. Nou, alles gaat eigenlijk wel goed. Het is ondertussen 8 uur 's avonds zo. Ze heeft €216 verdiend met alles en zo. Ik weet niet of we nog post hebben eigenlijk. Nee. Nou, dan ze heeft alles nog groen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Nou, dan zijn we klaar voor vandaag. In ieder geval, ik hoop dat je hebt genoten van deze video. En laat zeker weten of ik nog meer Sims 4 afleveringen moet gaan maken. Of jullie nog wat tips hebben voor mij om die te adopteren. Of te kopen. Ik weet het niet. In ieder geval, tot de volgende keer. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!